Het zijn drukke dagen voor de supermarkten. Mensen kopen hun boodschappen voor het kerstmaal. En hoe vult u uw kerst in? Geeft u cadeautjes? Of gaat u uiteten? Nou, een klein stukje vlees, denk ik. Geen luxe vlees, maar... Heel matig. Dus niet overdadig. Doet u dat altijd of is het nu misschien een beetje kariger jaar of zo? Ja, het is best wel... Ik let nu wel meer op de portemonnee. Ja. Dus dit jaar wat rustiger. En dan, dan kan het ook gezellig zijn. We hebben altijd een familiediner. Ja. Een keer bij één, een keer bij de andere. En deze keer is het bij mijn zoon en mijn schoondochter. Oké, dus je hoeft niet zelf te koken? Nee, deze keer niet. Steeds minder, door mijn leeftijd. Geen flauw idee, ik heb er niet over na. Nee, ik trek me niks van aan. Gewoon doen als altijd? Ja hoor, gewoon hetzelfde, niets bijzonders. Ja. Dan ben ik aan het varen, dus ik heb helemaal geen plannen voor kerstmaal. Dit is niet voor het kerst? Nee. Het is wel jammer als je dan op zee zit. Ja, dat is nou eenmaal zo, hè. Beroep is beroep. Ja. Voor het kerstmaal. Ik denk dat mijn kinderen uit gaan eten, dus dan ga ik samen met mijn kinderen uit eten. Dus je hoeft er geen boodschappen voor te doen? Nee, ik denk het niet. Ja, misschien voor tweede kerst wel. Denk ik wel. Want mijn kinderen regelen alles. En ik volg ze. Oeh, lekker. Ja, heerlijk, hè?